Welkom, welkom, welkom. We zijn in Parijs. Of ik zeg we, maar ik ben in mijn eentje. Ik ben uitgenodigd door Ubisoft en om hier aanwezig te zijn bij de Rainbow Six Siege Major. En daar ga ik nu meteen heen. Ik heb vanochtend de trein gepakt van Rotterdam naar Parijs. Daar ben ik dus nu aangekomen in het hotel. En nu wil ik heel graag naar de venue. Dus laten we gaan. Easily on the ground. The fuser as well has been spotted, taken out. Brian with one kill. Another refrag from Necrox. One more from Slash and Necrox and VZ will chime in. Slash. Gekregen van Rainbow Six en ik kan ook patches erop doen, dus ik heb Tachanka en IQ erop gedaan. Ik dacht, ik ga even een rondleiding geven hier over de venue en dan laat ik jullie daarna de zaal zien. Het is een hele parcours en je kunt ook springen met die drones, net als in game. Echt heel leuk. Best een lang parcours ook. Hier heb je de Rainbow Six Boutique officiële. En ik heb dit shirt. Ja, je ziet nu de achterkant, maar deze. Hibana. Heel erg leuk. Dus hier heb je alle merch die ze hier verkopen. En ik heb ook dit shirtje, daar is die. Deze, die heb ik op dit moment aan. Uitverkocht. En deze Jaeger, kijk hoe cool die erbij staat. Die heb ik dus ook gekregen van Ubisoft. Echt super cool. En dan deze Windbreaker. Oh nee, Couple Vent heet het zo. Oh nee, Operative Windbreaker. Deze al. Er is nog wel meer te doen hier, maar dit zijn een beetje de grote dingen. De game is inmiddels begonnen, dus ik heb een koffie gehaald en ik ga nu lekker de games kijken. De finale tussen G2 en Evil Genesis. En ik ben natuurlijk... Zeg ik dat Evil Genesis? Zeg ik het goed? Dat zeg ik later nog even een keer of het goed is of niet. Maar ik ben natuurlijk voor G2, want die komen uit Europa. Yay! Per provare a riprendere questa azione, per venire,